Dames en heren, ik heet u van harte welkom bij deze raadsvergadering. Het is eigenlijk een gewone raadsvergadering en toch is het een hele bijzondere raadsvergadering. Omdat we in deze vergadering gaan vaststellen of wij over 2 dagen een nieuwe raad kunnen installeren. Dat in de eerste plaats. Maar het is vooral ook een bijzondere raadsvergadering omdat we vandaag afscheid nemen van 5 raadsleden. En bij zo'n avond als vanavond passen ook, passen wel wat cachet, passen ook wat bloemen. Dus ik vind het heel mooi dat die hier staan. Ik hoop dat u er ook een beetje van kunt genieten. Het is niet alle dagen zo ter geruststelling. Meestal wordt hier gewoon hard vergaderd op harde planken die tableaus zijn. Maar we zitten dan in ieder geval wel op een comfortabele stoel. Dat is dan gelukkig wel zo. Bij zo'n avond als vanavond past ook de vaststelling van een agenda. Want uiteindelijk bepaalt de raad of dit de agenda moet zijn voor deze vergadering. En we doen dat natuurlijk netjes. Ik zie aan uw zijde niemand die aangeeft dat de agenda gewijzigd zou moeten worden. Dan hebben we hem daarmee vastgesteld. En dan ga ik over naar het tweede agendapunt. En dat is het onderzoek van de geloofsbrieven. En de besluitvorming door de raad over het toelaten van raadsleden, nieuwe raadsleden tot de raad die komende donderdag geïnstalleerd zal worden. En ik vraag de heer Leeuwik als voorzitter van de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven om ons verslag te doen van zijn bevindingen over het onderzoek van de geloofsbrieven. Meneer Leeuwik, u heeft het woord. Ja, hij staat er. Dank u wel, voorzitter. De op 27 maart 2018 aan deze commissie opgedragen taak om de geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden te onderzoeken, hebben wij zeer serieus genomen. Met ambtelijke ondersteuning hebben wij de geloofsbrieven en de verdere bij de kieswet gevorderde stukken bestudeerd van de 17 kandidaten die op 23 maart 2018 door de voorzitter van het hoofdstembureau benoemd zijn. We hebben de onderzochte bescheiden in orde bevonden. Gebleken is dat alle benoemden aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert daarom ook alle 17 op 23 maart 2018 benoemde personen toe te laten als lid van de Raad van de Gemeente Ommen. Dat zijn in alfabetische volgorde. Mevrouw E.J. Baaklaar, Ommen. Steeg. De heer L.G.M. Bongers, Ommen. De heer L. Dalenoord, Ommen. De heer M. Dunnewind, Ommen. De heer G.H. Hemmink, Ommen. Mevrouw M.H. Hemstede, Ommen. De heer G.S. De Jonge, Ommen. Mevrouw I.M. Lagas Meijer, Vinkenbuurt. De heer G.J.P. Leuwik, Ommen. De heer G.J.P. Marsman. De heer G.J. Middelkamp. De heer H. Moerman. De heer F.C. T.H. Van de Mooren, Ommen. De heer H.F.J. Mors, Ommen. De heer D.T. Remmers, Ommen. De heer W.R. De Ruiter, Beerseveld. En mevrouw J. Tuinbeek, Ommen. Voorzitter, verder heeft onze commissie tevens onderzoek gedaan naar de verkiezingen. Conform artikel V4 van de kieswet wordt de raad namelijk geacht een oordeel uit te spreken over de rechtmatigheid van de verkiezingen. De organisatie en het verloop van de verkiezingen moeten op wettige wijze worden plaatsvinden. Wij hebben de 15 processen verbaal van het stembureau bestudeerd en het proces verbaal van de zitting van het Centraal Stembureau. Op basis hiervan komen wij tot de conclusie dat er zich geen onregelmatigheden hebben voorgedaan. Wij stellen de raad dan ook voor de bevindingen van de commissie over te nemen
en het oordeel uit te spreken dat de organisatie en het verloop van de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen. Dit namens de commissie onderzoek geloofsbrieven, ondertekend Harry Leuwik, voorzitter, Dick Remmers, lid, Rini Schunselaar, lid en René Tenkink, griffier. Mag ik u dit aanbieden? Meneer Leuwik, dank u wel. Dank ook de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven. Ik ben ook buitengewoon gerustgesteld dat u vaststelt dat de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen. Dat voel ik toch ook als een soort van décharge. Dank daarvoor. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat u heeft vastgesteld dat alle 17 leden kunnen worden toegelaten tot de gemeenteraad, tot de installatie komende donderdag. En het is dan aan de raad om dat te bevestigen. En ik wil u vragen of u daarmee akkoord bent. Ik stel vast dat dat het geval is. Dat betekent dat wij komende donderdag de installatie kunnen laten plaatsvinden. Dames en heren, ik ga dan naar agenda punt 3. En dat is het afscheid van een vijftal raadsleden. Ik zal dat vanachter de katheder doen. De opbouw van het afscheid is als volgt. Ik zal elk van de raadsleden individueel toespreken. Ik zal hen ook vragen individueel in het midden van de kring te komen staan. Mevrouw Makkinga en mevrouw Schunselaar hebben aangegeven ook graag het woord tot de raad te willen richten. Ik zal hen daartoe dan ook de gelegenheid uitnodigen achter het katheder. En tot slot zal de nestor van de raad, mevrouw Bakelaar, met ons terugkijken op de afgelopen 4 jaar. En ik heb de indruk dat het ook belangrijk is antwoord te geven op de vraag of wij de afgelopen 4 jaar goed hebben opgelet. Maar dat gaan we dan vanzelf wel zien bij de terugblik door de nestor. Dames en heren, ik ga mij die kant op bewegen. Ja, zo ziet u dat alles beweegt in de politiek van Ommen. En het past ook een beetje bij het beeld van de afgelopen week, denk ik. Afscheid nemen van 5 raadsleden. Dat is wat ik nu zal doen. En ik zal afscheid nemen van mevrouw Wernars, Roosmarijn Bernars, van Wim de Valt, Veldhuis, van Alice Makkinga, van Johan Wind en van Rini Schunselaar Henning. En ik begin met Roosmarijn Bernars. En ik zou je willen vragen om in de kring te komen staan. Misschien kun je dat. Dankjewel. Ik begrijp van de regie dat het toch handiger is als je meer in het midden gaat staan, want dan ben je in beeld. Dan kunnen ook de kijkers meezien met ons allen. Nee, maakt niet uit. Ja, oké. Er is iets met het geluid, begrijp ik. Kunnen ze haar ook zien in haar? Oké. Nou, als ik deze microfoon gebruik, krijgen we de overzichtscamera en ben jij in beeld. En volgens mij is dat het belangrijkste. Ja? Dan doe ik deze uit. Hier moet je gaan staan. Zo ja, kom maar. Ja. Oké. Hartstikke mooi. Roosmarijn, democratie is prachtig. En zeker voor een democraat. Ik vind het wel een soort van symbolisch, want het lijkt wel of je steeds meer uit beeld. Het is geen afscheid, maar een afscheiden. Oké. Nou, wat ik al aangaf, democratie is prachtig en zeker voor een democraat, denk ik. Maar verkiezingen kunnen soms ook heel hard uitpakken. En dat heb jij aan den lijve ondervonden. Het is nog maar heel kort geleden dat ik jou mocht installeren als raadslid van deze raad. 2 maanden terug. Wat ik ook met buitengewoon veel vreugde gedaan heb. En dan nu staan we alweer om afscheid van elkaar te nemen. Nou ja, afscheid te nemen van de raad, want we nemen natuurlijk geen afscheid van elkaar. Want we zullen elkaar vast nog wel tegenkomen. Want ik hoop ook dat jij actief zult blijven
voor jouw fractie, voor jouw partij in de Ommense politiek. En dat kan natuurlijk ook op andere plekken dan als raadslid. De gemeenteraadsverkiezingen leverden een uitslag op voor D66, waarbij 1 zetel moest worden ingeleverd. En hoewel jij heel veel voorkeurstemmen hebt verzameld, en dat wil ik hier toch gememoreerd hebben, ja, is er toch 1 zetel gebleven. En ja, moet iemand op die zetel gaan zitten. En de keuze is niet op jou gevallen, hebben we moeten vaststellen. En dat vind ik vind het jammer. Niet omdat ik het de anderen niet gun natuurlijk, maar ik vind het jammer om jou te moeten verliezen als lid van de raad. Als een jonge, ambitieuze vrouw die met veel dingen tegelijk bezig is. Met haar werk, met haar gezin, met de politiek en alles wat er omheen hoort. En daar ook een groot sociaal hart bij heeft. En ik heb ook met jou wandelend door een deel van het bos veel over dat sociale hart mogen horen. En jouw betrokkenheid bij de scouting, de betrokkenheid bij Ommen en ook bij de kinderen natuurlijk. En die betrokkenheid heb je ook laten zien de afgelopen jaren. Ik gaf al aan, het sociale hart, maar ook jouw betrokkenheid bij het sociaal domein. Je was ook als plaatsvervangend commissielid actief op dat terrein. En je speelde ook een hele actieve rol in de raadswerkgroep Participatie. En misschien zit daar ook wel het hart van een democraat achter, hè, die de samenleving wil verbinden. En ik ben ook blij dat je dan mede verantwoordelijkheid hebt willen nemen voor een heel succesvol Ommerpodium, waar we de samenleving toch veel meer naar de raad halen, of eigenlijk de politiek veel meer naar de samenleving brengen. Misschien ook nog aan een thema voor de toekomst, maar goed, wie weet. Neem niet weg dat we vanavond afscheid van jou moeten nemen. En ik sprak eigenlijk al uit dat ik hoop dat jij niet als politicus, politica, voor Ommen verloren gaat. En misschien zien we jou weer terug in een politieke rol. En ja, zeg nooit nooit in de politiek, dus je weet ook niet hoe dat allemaal kan lopen naar de toekomst toe. Nu nemen we afscheid van je en dat ga ik doen door jou wat te overreiken. En dan ga ik dit nu, ja, ga maar gewoon de microfoon meenemen, denk ik. Ja, dit is een goede plek. Oké, okay. Roosmarijn, ik geef jou een cultureel cadeau. Dat zie je aan de buitenkant niet, maar dat is het wel. Dus ik hoop dat je daar hele mooie dingen mee gaat doen. Bezoeken gaat afleggen, theater, toneel, kan allemaal. Dat is aan jou. En ik wil jou als eerste, René. Als jij dit even vasthoudt, dankjewel. Als jij het vasthoudt, doe ik het open. Ik wil jou als eerste een tinnen Brigida overreiken. Als afscheidscadeau. Het is een knipoog naar het Tinnen Figurenmuseum vanzelfsprekend. Ja, het is nog niet beschilderd. Dus dat is allemaal ter keuze. En ik geef hem jou graag mee als herinnering aan deze zittingsperiode in deze raad die we nu gaan afsluiten. Dank voor je inzet en je betrokkenheid. Dank je wel. Merci. En natuurlijk de bloemen. Dankjewel. Ja? De hand een beetje vol, maar ik ja. Je het kopje vinden. Volgens mij komt dat goed. Wim de Veldhuis, ik zou jou willen vragen om ook naar het midden van de kring te komen. Meneer de Veldhuis, beste Wim, het is nog maar heel kort geleden, in juli van het afgelopen jaar, dat jij bent toegetreden tot de Raad van de Gemeente Ommen. Dus je hebt het genoegen van het raadslidmaatschap niet zo heel lang mogen smaken, maar als ik dat zo zie, heb je daar wel van genoten en heb je daar ook heel duidelijk je rol in gepakt.
Je had al politieke ervaring opgedaan als plaatsvervangend commissielid. En dat is denk ik een hele goede leerschool. We zagen het ook al bij Rosemarijn Wernars. Het is een goede leerschool om je weg te vinden in de ommig politiek. En een mooi opwarmertje voor het raadswerk. En ik denk wel veel meer dan dat. Wim, ik ken jou en ook van dichtbij zou ik bijna durven zeggen als een agrariër in hart en nieren. En ik vond het dan ook heel fijn om met jou op pad te mogen en wat te mogen zien van jouw bedrijf, het agrarisch bedrijf. En dat jij bent geslaagd door mij als eerste in mijn leven op een trekker te krijgen. Het staat op mijn rijbewijs dat ik het mag, maar ik had het nog nooit gedaan. Maar jij zei, nou hier staat hij, succes ermee. Gelukkig ging je wel mee. En dat laat twee dingen zien, denk ik. Dat laat zien dat jij vertrouwen hebt en vertrouwen geeft. Maar dat je ook wel weet waar je mee bezig bent. Want er moest natuurlijk wel een rijbewijs zijn waar dat op stond. Anders zou het zomaar mis kunnen gaan. Het laat nog iets anders van jou zien, dat vertrouwen. En iets anders wat ik ook heel erg zie in jouw opereren in de raad. Jij bent bescheiden. Je bent rustig. Je bent een nuchtere persoon. Maar wel iemand die staat voor waar hij mee bezig is. En dat met overtuiging doet. Niet door een grote omhaal van woorden, maar heel erg to the point. Niet iemand die erg van het grote debat is, maar wel iemand met een hele duidelijke boodschap. En ik denk dat we behoefte hebben aan politici met een duidelijke boodschap. Je hebt op die manier jouw raadslidmaatschap op een hele persoonlijke manier uitgevoerd en invulling gegeven. En ik denk dat het heel mooi is dat ieder op zijn eigen wijze invulling geeft aan zijn raadslidmaatschap. En dat dat ook de waarde is van die grote diversiteit die we in de raad kennen. En ik wil jou enorm bedanken voor jouw inzet in het ruim afgelopen half jaar. En heel veel waardering daarvoor uitspreken. Ook voor jouw inzet voor de Ommense gemeenschap. En dan kom ik ook naar het midden toe. René, we gaan weer. Kom jij met de bloem? Ja. Oké, Wim. Enorm bedankt nogmaals voor je inzet. En voor je betrokkenheid. En dan ga ik jou ook het culturele cadeau geven. En volgens mij weten jullie er ook alweer weg thuis. En als jij dat doet... Ja, ik heb maar twee handen. Ja. En dan wil ik jou ook graag de Brigida overreiken. Het zinnenbeeld van onze gemeente staat ook in ons gemeentewapen. En dan moet ik even die kant op kijken. Hartstikke mooi. De bloemen. En een applaus. Ja? Enorm bedankt. Mevrouw Lies Makkinga. Daar gaat het jasje voor aan. Heel mooi. Ja, dat is ook een mooie plek en ik kan zien dat je toch zichtbaar bent. En dat vind ik belangrijk ook voor de mensen die met ons meekijken. Of later met ons mee kunnen kijken. Ja, Alice, mevrouw Makkinga, maar ik zeg toch Alice. Ook voor jou geldt, democratie is mooi, maar ja, soms gaat het anders dan je hoopt. En jij hoopte zeker anders, want je hebt met veel verve en met veel warmte ook het raadslidmaatschap de afgelopen 4 jaar ingevuld. Maar de harde realiteit van de democratie is dat er een eind aan kan komen, omdat de kiezers anders beschikken. En jij was nog zeer gemotiveerd om nog een raadsperiode door te gaan. En dat heb ik ook met jou mocht ik op pad gaan. En ook van jou heb ik dat gehoord. Die enorme betrokkenheid bij de Ommense samenleving. En met name ook die betrokkenheid bij mensen die het voor wie het allemaal niet zo vanzelfsprekend is dat dingen lopen. En die wel behoefte hebben en die graag op pad geholpen worden. Of soms ook graag niet. Maar dan toch geholpen worden om hun plek te vinden in onze samenleving. En dat is iets wat jou zeer aan het hart gaat. Dat draagt heel ver bij jou. En dat betekent denk ik ook dat jij het afscheid nu, vrouwmoedig,
nuchter en realistisch ook aanvaardt. Want die betrokkenheid die jij bij mensen hebt, die je bij onze samenleving hebt, die zal zeker niet, die zal niet verdwijnen. Dat weet ik zeker. Je hebt je afgelopen periode, afgelopen 4 jaar, echt je plek verworven daar waar het gaat om de sociale dossiers. En daar was je zeer deskundig en zeer bevlogen. Ik sprak al van de betrokkenheid bij kwetsbare ommenaren die je hebt. Maar het gaat niet alleen om betrokkenheid bij mensen die kwetsbaar zijn. Het gaat ook om het betrekken van inwoners bij de politiek. Of de politiek bij inwoners. We spraken er juist ook al over. Want jij hebt ook een belangrijke rol vervuld bij de totstandkoming van het Ommerpodium. Je was ook voorzitter van de raadswerkgroep Participatie Ommen. En het betrekken van politiek en inwoners op elkaar, laat ik het zo noemen, is wel een centraal thema, denk ik, voor de politiek op dit moment. En voor de samenleving goed op elkaar aangesloten te komen en te blijven. Jij geeft dus ook ruimte aan inwoners en hebt daar ook vertrouwen in. Dat is mooi om te zien. Het is ook mooi om te zien dat die participatie jou op het lijf geschreven is. Ik vind het dan ook mooi dat in het overdragsdocument dat voor de nieuwe raad gemaakt is, daar heel veel aandacht voor is. En die raadswerkgroep is jou dan ook bijzonder veel aandacht, veel dank verschuldigd, Alice. Alice, ik wil jou danken voor jouw inzet voor de Ommense samenleving in jouw rol als raadslid. Ik weet zeker dat de Ommense samenleving nog heel veel beroep op jou zal kunnen doen de komende jaren. En ik wil jou bij dit afscheid van de raad heel graag ook de Berida aanbieden. Jij krijgt eerst ook van mij iets cultureels. En dat is bij jullie thuis in hele goede handen, dat weet ik zeker. En de Birgida. Dankjewel. En de bloemen. En dan heb je nu niet eens een hand van mij gehad. Alice, enorm dankjewel. En ik denk dat het goed is als jij... Want jij wilt ons even toespreken. Dus je kunt alles weer een René geven. En het is denk ik het handigste als je even achter het katheder gaat staan. Ja, is goed. Ja. Voorzitter, burgemeester. Allereerst hartelijk dank voor de waarderende woorden. Dat doet mij ook weer goed om dat te horen. Wat je toch ook in de afgelopen jaren in ieder geval hebt willen bijdragen aan de Ommer samenleving, maar ook aan deze raad. En ik heb een paar puntjes opgeschreven en dat sluit eigenlijk naadloos aan op wat u aangeeft. Want de afgelopen 4 jaar zijn voor mij ook best wel bijzonder geweest. En met name ook bijzonder, en dat heeft te maken met dat sociale domein, want dat is natuurlijk vanaf 2015 gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar de WMO 2007, we kunnen nog wat langer teruggaan. En inderdaad, via mijn werk ben ik altijd al bij die WMO betrokken geweest. En vooral ook om vanuit cliëntenperspectief, inwonersperspectief daar naar te kijken van hoe kun je nou zorgen dat het inderdaad zodanig wordt ingericht dat het ook aansluit bij die inwoners. En ik heb dat ook afgelopen 4 jaar hier mijn steentje willen bijdragen in de zin van het hameren, soms in meer of mindere mate, sluit aan bij de wensen en de vragen van de inwoners, lever maatwerk en nog een aantal andere belangrijke aandachtspunten, maar ook die ervaringsdeskundigen, zet die in beleid en die onafhankelijke cliëntondersteuning. En ik zeg, kijk dan nog even weer naar Co, want daar zijn we nog niet klaar mee. Nou, dat is één. En het tweede, daar memoreerde u ook al aan, dat is inderdaad het voorzitterschap van de werkgroep burger-inwonersparticipatie of overheidsparticipatie. Dat heb ik echt met heel veel plezier gedaan. Dat is ook iets wat mij na aan het hart ligt. Ik had vandaag voor mijn werk moest ik in Rotterdam zijn.
Dan heb ik met cliëntenraden en dan zit er ook met WMO en dan hamer ik er weer op. Kom op, ga naar die gemeente en trek daar aan de bel. Dus ik heb dat inderdaad met plezier gedaan. En toen ik hier zo even met dat afscheid bezig was, toen denk ik, eigenlijk mogen we met elkaar toch best trots zijn op dat inspiratiedocument. Wat we, ja, met soms wat, kijken hoe houden we de koers goed vast. Want met die wisselingen van die burgemeesters was dat af en toe wat lastig. Van waar zitten we nu en wat is onze rol en hoe doen we dat. Maar ik denk dat we best daar trots op mag zijn met elkaar. Dat we dat inspiratiedocument gemaakt hebben. En ik hoop dat dat ook inderdaad een plek krijgt in het nieuw Ommerakkoord. En inderdaad, tot slot ook het Ommerpodium. Samen met Roosmarijn, met Simone, met Suzanne en uiteraard onze griffier René hebben we inderdaad ons sterk gemaakt voor het Ommerpodium. En ik denk niet dat het vaker of veel vaker gebeurd is dat wij heel fanatiek op Koningsdag met flyers en al de straat op zijn gegaan en alle Ommenaren eigenlijk begiftigd hebben, zou ik maar zeggen, met het Ommerpodium. Met als resultaat inderdaad drie mooie avonden waar inwoners de kans hebben gepakt en gekregen om ideeën, wensen te presenteren. En nou, een aantal van die wensen ondertussen ook omgezet zijn of worden in hele concrete projecten. En dat ter afsluiting. Ik denk dat dat inderdaad een andere, een nieuwe manier is om inhoud te geven aan Samen Maken We Ommen. Ik kan het toch niet laten om dat even te zeggen. En ik wil natuurlijk iedereen heel erg bedanken voor de plezierige samenwerking in de afgelopen jaren. Dank jullie wel. Wie heeft mijn bloemen? Dank u wel, Alice. Dan wil ik nu Johan Wind vragen om in het midden van de kring te komen staan. Johan, voor jou komt ook een eind aan een raadsperiode van 4 jaar. En dat was een intensieve periode. En ik begreep heel kort geleden van je dat je dat misschien ook wel goed uitkomt. Hè? In de combinatie met gezin en werk, om nu eens even wat rust op het raadsfront te krijgen. Dat wil overigens niet zeggen dat dat rust op het politieke front hoeft te worden. Want ik begreep dat die betrokkenheid blijft. En we zullen je ongetwijfeld nog als politicus van de ChristenUnie terugzien. Op een of andere plek of in een of andere vorm. Johan, als ik Kijk naar jou, zie ik ook in jou. Dat is wel heel mooi om dat bij een aantal heren aan te treffen. Een heel degelijk raadslid. Die in dit geval, in jouw geval, zich heel sterk manifesteert in de fysieke sector. Zoals woningbouw en verkeer. En het is dan ook mooi dat jouw laatste bijdrage in de laatste raad over de verkeersmaatregelen in de Julianenstraat en de Schuringstraat gaan. Dat zie ik daarover gaan. En dan zie ik je ook bijna zichtbaar genieten van zo'n onderwerp, om daarmee bezig te zijn. Dat je ook van geniet om bewoners te laten betrekken bij het meepraten over verkeersmaatregelen, over hun straten. En vanzelfsprekend, en dat is een mooie ChristenUnie-benadering, wel graag binnen het budget natuurlijk. Er zijn ook andere fracties die dat benadrukken, maar jij staat nu in het midden. Dus daarom merk je dat nu op. Dat zegt denk ik ook iets, Johan, over hoe jij zaken voorbereidt, hoe je daarmee bezig bent. De zaakjes zijn goed voorbereid als jij het woord voert. Niet een woord te veel, maar wel goed afgewogen, gewoon degelijk raadswerk. En daar ben ik als voorzitter natuurlijk ook heel erg trots op, dat er gewoon degelijk raadswerk wordt geleverd. Je kunt het wel oneens zijn met je inhoudelijke stellingname, maar er is vaak geen spel tussen te krijgen. En dat is natuurlijk ook een belangrijke waarde in een debat. Jij bent kritisch, vasthoudend en niet van je pad te brengen. En dat is mooi bij zo'n rustige en bescheiden persoonlijkheid. Waar achter die rustige uitstraling toch nog iets anders zit. Dat is iets verbeterends. Want als je denkt dat je beter hebt, dan laat je niet meer los. En dat is denk ik ook een goede eigenschap voor een politicus.
En als jij dat doet, dat vastbijten, dat verbeten zijn, dan doe je dat niet voor jezelf, ter eer en glorie van jezelf. Dan doe je dat voor de fractie van de ChristenUnie en uiteindelijk nog veel meer voor onze gemeenschap, voor onze Ommense gemeenschap. En daarvoor wil ik je van harte danken en kom ik naar het midden in het bekende trein om jou de Brigida te overreiken. Johan, dankjewel. Ja. En de griffier memoreerde juist bij mij, je hebt nog niet verteld wat het cadeau precies is. Het is een cultuurcheck van 100 euro, dus ik kan hem ook jou graag overreiken. En de Brigida, het zinnenbeeld van Ommen. En de bos bloemen. Ja? En dan gaat alles ineens terug. En een doosje in. Dames en heren, ik zou nu Rini Schunselaar Henning willen vragen om in het midden van de kring te komen staan. Nee, we willen jou vol in beeld, Rini. Mevrouw Schunselaar Henning, beste Rini. Als vijfde raadslid wil ik van jou afscheid nemen. En je bent echt de veteranen in deze groep van raadsleden waarvan we afscheid nemen. Jij bent 8 jaar lid geweest van de Raad van Ommen voor de VVD. En het had misschien wat jou betreft nog wel wat langer mogen duren. Maar jij bent als geen ander in staat om te accepteren hoe het politieke werk ook is. Hoe het politieke leven is. En dat draag jij ook met verve. Zoals jij het liberale gedachtegoed ook met verve draagt en uitdraagt in onze gemeente. En daarmee ook het belang van onze gemeenschap schraagt. Rini, jij bent punctueel. Daar is geen discussie over. En dat is mooi om dat te zien. Omdat vaak ook de devil in the details schuilt, zeggen we dan in heel mooi Nederlands. En dat ben je als geen ander bewust. En je kunt dan ook heel scherp ambtenaren daarover vragen stellen. En ik kan me nog herinneren dat je op een hele scherpe manier vroeg naar de naam van een recreatiepark in Ommen. Waarvan ik zeker weet dat jij begreep welke recreatiepark het was. Maar je dat toch niet los kon laten. Vind ik dan stiekem ook wel heel erg leuk. Ja. Want wij wisten het allemaal. Dat maakt niet uit. Wat veel belangrijker daarbij is, dat je daarmee ook laat zien dat je kunt vastbijten op dingen die niet alleen details zijn, maar die ook belangrijk zijn. En je beschikt over een enorme dossierkennis. En die heb je opgebouwd en die benut je ook op een hele mooie manier in onze raad. En die heb je ook op een hele mooie manier in de VVD-fractie benut. En dat gaat over allerlei terreinen. Dat gaat over zowel het fysieke terrein, het sociale terrein. En daarmee laat je ook zien dat je veelzijdig en breed georiënteerd bent. Dat is wel duidelijk. En ik proef daar ook in die hele lange politieke ervaring die jij hebt. Dank ook voor je rol in de agendacommissie. En ik heb dat voor een klein deeltje natuurlijk, een heel klein deeltje maar mogen meemaken. Maar er was ook veel waardering voor het feit dat jij toch wel die lange, niet alleen lange termijn agenda naar de toekomst had, maar ook lang terug wist wat er gebeurd was. En dat helpt enorm, want er is veel behoefte aan geheugen in de raad. Iets heel bijzonders in deze laatste raadsperiode was dat jij ook het voorzitterschap van de VVD-fractie hebt overgenomen. Halverwege vorig jaar is mevrouw Lagasse toegetreden tot het college. En heb jij haar plek opgevuld. En ook dat met verve. En ook voor deze zwaardere functie, want dat is het fractievoorzitterschap echt, daar draai jij je hand niet voor om. En daar heb ik veel respect voor. Rini, een van de eerste dingen die ik
die mij opvielen toen ik jou leerde kennen, was Vilsteren. Jouw verbondenheid met Vilsteren, waar je, dat heb je me later ook verteld en ook letterlijk laten zien, waar je geboren en getogen bent. En alle rondreizen door België, door Nederland, door Zuid-Holland, mij ook wel iets van toegedaan. Het is toch wel mooi om te zien dat je uiteindelijk weer in Vilsteren terecht bent gekomen en daar weer een plekje hebt gevonden. En bekend is jouw bemoeienis met de buurtbus. Dank dat we samen met de buurtbus mee mochten rijden. Ik heb overigens het kaartje van de buurtbus waar ik nog mee kan rijden, heb ik nog steeds. Dus ik ga het zeker ook nog gebruiken. Ik mocht van je houden. Dank daarvoor. En naast de buurtbus is ook het thema Vilsteren bruist. En de belangstelling voor de carnaval natuurlijk niet te missen. En belangstelling voor het carnaval, dat delen wij samen, zoals je weet. Maar het zal wel iets met onze achtergrond te maken hebben, denk ik dan maar stiekem. Hè? Vanavond nemen we afscheid van jou in jouw rol als raadslid in de gemeente Ommen. Maar ik memoreerde het al, jouw politieke verdiensten die gaan veel verder dan Ommerini. Jij hebt een brede ervaring als politica, maar ook als bestuurder. Want op 1 mei 1990 ben jij lid geworden van de gemeenteraad van Barendrecht. En dat ben jij tot 1996 voor de VVD gebleven. En dat was nog een tijd dat een raadslid ook wethouder kon zijn. En jij bent ook ruim 5 jaar wethouder geweest in Barendrecht. Die dubbelrol die kan nu niet meer, maar ik denk dat jij er enorm van hebt kunnen profiteren in jouw rol als fractievoorzitter, dat ongetwijfeld. Als wij vandaag afscheid van jou nemen, kunnen we dus niet alleen afscheid nemen en willen we niet alleen afscheid nemen van jou in je rol als raadslid in Ommen, maar willen we ook stilstaan bij jouw verdiensten voor Barendrecht. En daarmee willen wij ook waardering uitspreken voor jouw inzet voor de publieke zaak. Want alles wat er omheen ook gebeurde, die inzet heb jij betuigd de afgelopen jaren. En ik ben je daar buitengewoon dankbaar voor. En ik ben ook blij dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om mevrouw Schunselaar Henning voor haar vele verdiensten als volksvertegenwoordiger te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En ik zou jou graag de versierselen opspelden. Dan geef ik nu het woord aan. Ik wacht even het goede moment af. Ja? Katrien. Geen paniek. Mevrouw Schunselaar. Dankjewel, burgemeester. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Want dan hebben we dit tenminste gehad. Dan praten we er ook niet meer over.
In feite sta ik hier niet met blijdschap, mogen duidelijk zijn. Maar zaken lopen zoals ze lopen. En daar heb ik het mee te doen. En ook wil ik zeggen dat een zogenaamde houdbaarheidsdatum, Frans kan dat beamen, daar heb ik helemaal niets mee. Leeftijd is iets betrekkelijks, dat hangt van je geest af. Dat zei Nelly Kroes, bekend. Maar ik sta hier wel met opgeheven hoofd. Sterker nog, ik ga nu zelfs even op een voetstukje staan. Mijn zelfgemaakt bankje. Misschien herkennen jullie het. Maar dat zet ik hier neer. En nu eindelijk ben ik op niveau. Ik heb dit samen met Annemie Klokkert gemaakt op een zogenaamde onderwierige knutselmiddag tijdens de opening van het nieuwe politieke seizoen. In de galerij van Thea Dijkema en Louis van Vilsteren. En deze samenwerking is symbolisch, dat we elkaar nodig hebben. En dat is voor mij altijd het uitgangspunt geweest in mijn werk als raadslid. Maar ook bij al mijn andere activiteiten. En daarbij steeds in mijn achterhoofd houdend de wijsheid: zorg ervoor dat je op de weg naar de top niemand kwetst. Want op de weg naar beneden staan ze allemaal op je te wachten. In de 42 jaar, voorzitter, zei het al, dat ik actief ben geweest in de politiek, heb ik veel gezien en heel veel meegemaakt. Het klinkt clichéachtig, maar dat is het niet. En zonder veel mensen was mij dit nooit gelukt. En ik noem hierbij mijn overleden partners, Henk en Gerard. En mijn huidige partner, Jos. Ik noem hier ook bij mijn kinderen. Marco, die is er vandaag niet. Hilde, ook niet. Irene zit daar. En hun partners. En natuurlijk mijn kleinkind, Emma. Ze luistert. Zonder al deze mensen, die door mijn politieke activiteiten ook wel eens minder positieve kanten van mij hebben gezien, stond ik hier niet op dit voetstuk. Dank jullie wel. En ook dank voor al die mensen. Colleges, we hebben er wat gehad. De griffie, de ambtenaren waar ik terecht kon als ik ze nodig had. Heel veel dank. Maar ook de dames van de koffie. Als ik weer als eerste binnenkwam op een donderdagavond, een van de eerste bij de commissie bij de raadsvergadering. En ook dank voor al die mensen die mij de afgelopen tijd hebben willen brengen waar ik naartoe moest. Henri. Want niet mogen autorijden is lastig. Maar let op, nog even. En het tuft moeders weer door overzeerde zwegen. Let maar op. Had ik dingen anders willen doen? Anders moeten doen? Anders kunnen doen? Vast en zeker. Maar wat ik gedaan heb en hoe ik het gedaan heb, dat is gebeurd. Maar altijd wel vanuit mijn hart. Werken vanuit een achterkamertje, dat ligt me niet. En achterdocht past helemaal niet bij mij. En het Duits spreekwoord, en dat zou jou moeten aanspreken, Henry, zegt zo treffend: de achterdocht eet met de duivel uit dezelfde schotel. En mijn toekomst nu na de politiek. Nou, dat komt wel. Belangrijk voor mij is geweest dat datgene te doen, dat het laatste moment om dat te doen, voor waarvoor ik gekozen ben. Tot gisteravond presidiumoverleg. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Altijd geweest. En om nu vanavond achter de geraniums te gaan zitten, met je kniezen, dat past ook niet bij mij. Ik las onlangs een boek, Kruip nooit achter een geranium, van Barbara van Beukering. Dat is een eye-opener. Om te zien hoe mensen na de politiek of na hun maatschappelijk leven de zaak opnieuw hebben opgepakt. Aanbevelenswaardig. Want het is zo belangrijk om te weten dat er nog zoveel te doen is door zoveel mensen. Want echt, samen maken we de maatschappij. En dat zullen we ook blijven doen.
Nu ik de kans krijg, kan ik nog veel meer vertellen. Maar dat doe ik dus niet. Ik laat het hierbij. Nogmaals, dank voor alles. Het gaat jullie goed. Wees zuinig op de gemeente Ommen. De gemeente Ommen, de parel van het Vechtdal. Een Indische dichter zei ooit: de lamp van het samen zijn brandt lang. Ze gaat in de oogwenk uit bij het afscheid. Ik hoop, beste mensen, jullie nog heel veel keren hier en ergens anders te mogen ontmoeten. Dank jullie wel. Als ik nog heel even mag, ik vergeet het bijna, ja, in de euforie. Ik ben apetrots. Dankjewel. Dankjewel, Rini. En wij zijn ook trots op jou. Dat wil ik ook uitgesproken hebben. En daarmee, dames en heren, hebben wij het eerste deel van het afscheid van de raadsleden hebben wij afgerond. En we zullen na afloop ook de raadsleden persoonlijk de hand kunnen schudden. En vanzelfsprekend ook het nieuwe lid in de Orde van Oranje-Nassau kunnen feliciteren daarmee. Ik geef nu graag het woord aan mevrouw Bakelaar. Om ons mee te nemen in de terugblik op de afgelopen 4 jaar. En ik zie dat natuurlijk met angst en vrezen tegemoet gezien mijn ervaringen van 3 maanden geleden. Mevrouw Bakelaar, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, Rini, ik was even in verwarring, want ik denk nu krijgen wij allemaal zo'n, of althans als raad krijgen wij nu ook het voeten, hoe noemen we het, voetbankje, omdat we 4 jaar terug van Johan Willemsen allemaal, ik weet niet of het voor degene die hier toe zaten, kregen wij zo'n vogelhuisje mee. Een Nestor inderdaad, ja. Goed, als Nestor van de Raad heb ik nu de eer om inderdaad een terugblik te geven. Jeetje, nou. Nee, dan zit je inderdaad van het weekend, maar ook al een week geleden natuurlijk een hele andere sfeer van de verkiezingen met elkaar te debatteren. En dan toch komt zo'n moment. En dan denk je 4 jaar geleden, jeetje, wat hebben we eigenlijk allemaal gedaan? Dan ga je terug memoreren en kijken en zoeken. En het leuke is dat je dan zo gewend bent aan de camera al. En dat toen wij in 2014 aan het vergaderen waren, dan waren er alleen maar geluidsfragmenten. Dus ik was aan het klikken. Ik denk, waarom doet hij het nou niet? Het scherm blijft zwart op die computer thuis. Ik denk, oh ja, dat was alleen maar geluid. Nou, ik wil een aantal jaren eens met jullie terugblikken. Maar de griffier die zei van, ja, het mag kort hoor, niet zo lang als Johan. Ik zeg, nou, ik zal het kort doen, maar we doen een beetje een half om half. Dus een beetje terugblikken en zo, soms wat serieus en soms hopelijk wat minder serieus. En straks toch ook nog even een kahoetje, hè? Want die moeten we er nog wel even inhouden, denk ik ook, sinds we onze burgemeester hebben. Even kijken, nou. Ik heb het maar genoemd, om het draait door in goede en in slechte tijden. 2014-2018. 2014, het jaar toch een beetje van de onwetendheid en de onzichtbaarheid. En een nieuwe raad met een groot aantal nieuwe collega's. Maar niet alleen maar nieuwe collega's, maar ook een nieuwe lokale partij. Want de Volkspartij Om en Vooruit, oftewel Gerrit en Gerrit, waren in ons midden. En dat was even wennen. Toch? we moesten dus aan elkaar wennen, een nieuwe coalitie. Er werd wat geschoven met zitplaatsen, dat doet toch ook wel wat? Dat je denkt, oh nee, daar moest ik niet heen, ik moest naar een andere plek. De microfoons, daar kom ik zo nog wel even op. Wat ik al daarnet zei, we werkten met die geluidsopnames, dus nog geen beeld. En ik heb een aantal vergaderingen dus teruggeluisterd. Ik kan u vertellen, het is toch beter met beeld. Echt. Want je weet soms niet wie er aan het spreken is. Nou, toenmalige burgemeester en wethouders. Toenmalig. Jullie zullen straks wel even nog een foto zien van de toenmalige raad met foto's. En dat is het best wel. Dan denk je, jeetje, wat is er toch gebeurd? En als je dan ziet wat we toch allemaal met elkaar gedaan hebben. En als je kijkt wat er gewisseld is. Nou, dan zijn we toch, zoals ze dat mooi in een managementterm noemen, een hele agile gemeenteraad, hoor.
Dat wil ik ons wel meegeven. Dat hebben we echt heel goed gedaan. Het toenmalige BMW, dat was Mark-Jan Ane. Dat was Klaas Smit en Koos Schelen. Nou, Koos Schelen, die naam, die horen we nog wel een paar keer komen. Dus dat gaat goed. Dat was dus een vrij snel al een wendbare en flexibele samenstelling. Maar wel met dus de harde kern Co. We stonden schouder aan schouder. Als raad. En dat was ook wel mooi. Want juist door die wisselingen hadden we wel zoiets van, nou, wij zijn er tenminste nog. En wij stonden dan schouder aan schouder als raad rondom thema's als de windmolens. Hè, dat maakte niet uit welke partijen was. Windmolens kwamen hier gewoon niet. Wij gingen er dwars voor liggen. De provincie vervolgens ook weer, maar goed. We hebben een veilige oversteek N36. Dat was ook ons gezamenlijke ding. Hè. De een die zei dan van, ja, maar ik ben er eerst mee begonnen. Nou ja, oké. Maar we vonden het allemaal wel. Minder schouder aan schouder stonden we bij de thema's het verhogen van de belastingen en bezuinigingen. En dat was wat lastiger. De 7 van 6, was dat nou deze periode of de vorige? Dat weet ik dus niet meer. De vorige, ja, nou, we hebben dus al wat bezuinigingen gehad. Maar ook in dat jaar, lief en leed. Want oud-collega raadslid Richard Veurink werd helaas ziek. En moest de raad toen tijdelijk verlaten. En toen werd hij vervangen door Geert Masman. Tot twee keer aan toe in deze raadsperiode. Dus het was wel een komen en gaan, maar wel wat bekende gezichten gelukkig. Goed, dus 2014 was achteraf gezien best wel een relatief jaar. Maar ja, we wisten natuurlijk nog niet wat er in 2015 allemaal ging komen. En dat is soms maar goed ook. Want 2015 was toch wel een beetje, collega's, een kwakkeljaar. Een kwakkeljaar. Op inhoud heel goed gedaan, maar we waren wel aan het sukkelen. Het begon allemaal rustig. De onderwerpen in onze raad waren natuurlijk sociaal domein, hè, waar Alice Makkingaal op doelde. Alle verantwoordelijkheden die dus naar ons toe kwamen. Het glasvezel buitengebied, waar we ook met z'n allen voor gestreden hebben. Het omgekeerd inzamelen, wat nogal even wennen was, dat Ommer dat ook ging doen. We hebben ook een mooi akkoord voor de nieuwbouw in Witharen toen met elkaar afgesproken. En we hebben zo hier en daar wat discussies gehad over de zondagopenstelling en een ambtsgebed. Nou, dat was toen ook weer voorbij. Dus dan denk je, nou, dag ambtsgebed. Nou, dag wethouder Klaas Smit. Want Klaas die dacht, wij gaan toch eens verder kijken in deze wereld. En die werd mooi burgemeester in de gemeente in Drenthe Noorderveld. Dat was voor ons wel weer slikken. En nu? Nou, gelukkig werd Klaas Smit medio 2015 opgevolgd door wethouder Hans ter Kurst. En later, dat weten we allemaal nog wel als de dag van vandaag, denk ik. Dat was in oktober. Toen werden we toch opgeschrikt door het onverwachte vertrek van burgemeester Mark-Jan Ane. Nou goed, dat was dus zo'n beetje oktober, november. Toen moesten we nog een keer wennen, want iedereen moest wennen aan de zichtbaarheid van ons in de raad. En soms ook, het blijft een gedoe, hè, met die kaartjes. Dat is gewoon een gedoe. En we blijven maar met elkaar zo leuk kijken naar dat scherm en zeggen, ja, hij doet het. Dat is echt, of kaartje. Hè? Marine zei het vanavond nog. Daar moeten we toch eens mee, misschien mee stoppen bij de volgende periode. Niet meer zeggen van, nou, hij doet het. Maar goed. En alle, we hebben ook wat gedoe gehad met die microfoons. Hè? Want dat was wel de climax van het jaar natuurlijk. Want die haalde zelfs De Wereld Draait Door. En een kleine plek als Ommer wordt dan opeens enorm groot. Daar laat ik het bij hoor, Frans, daar laat ik het bij. Maar het blijft wel lastig en één les hebben we geleerd. Let nou op bij die microfoons, want je ziet iedereen wel heel goed kijken op het moment dat we binnenkomen. Dan zeggen we al wel eens, ja, okay. Dus we zijn wel oplettend geworden en dat is natuurlijk een hele belangrijke les. Goed, dan gaan we toch wel weer wat wisselingen, want eind van het jaar, we leven dus nog steeds in 2015, toen ging fractievoorzitter Gerdinand Nijhuis, die vertrok, in verband ook met zijn drukke werkzaamheden. Daarvoor in de plek kwam begin 2016 Henri, onze huidige collega, en Bernard de Vries, die nam de rol van de fractievoorzitter toen op zich. Dus het wordt denk ik wel ingewikkeld om alles te volgen bij D66, maar hou hem vast, want er komt nog meer. Dus als raad was 2015 best heel intensief. We hebben grote inhoudelijke opgaves met elkaar echt goed gedaan. Want het lijkt nu alsof het natuurlijk heel warrig was. Dat was het wellicht ook wel. Maar op inhoud hebben we elkaar juist, dankzij misschien wel de bestuurlijke drukte, heel goed vastgehouden. En dan 2016, want dat was het jaar van aansterken en van verbinden.
Nou, dat heb je altijd. Als je even een kwakkeljaar hebt, dan moet je weer wat even weer goed in het vel komen te zitten. En dat is gelukt. En die verbinding, dat is toch ook goed, denk ik, om met elkaar nog eens te memoreren. Die hebben we echt wel voor een heel groot deel te danken aan waarnemend burgemeester Mark Bouwmans. Want die kwam naar Ommen toe en die heeft niet alleen ons als raad, maar ook de inwoners en de ondernemers en de organisaties heel snel in zijn hart gesloten. En hij deed iets met ons waardoor wij toch zijn nonchalance misschien, relativeringsvermogen, maar ook de humor, waardoor we dachten, oh, zegt hij dat nou echt? En iedereen dacht, ja, nou, dat kan het wel. Dus wij gingen daardoor ook wat losser op de stoel zitten en stonden we ook wat rustiger achter het spreekgestoelte. Je had verbinding en niet alleen verbinding tussen ons als raad, maar ook wel verbinding. En dat zien we ook natuurlijk op de Rotbrink. Want toen begon ook dat goed te lopen en hadden we daar ook mooie kwalitatieve debatten over. Dus ja, denk ik toch nog een keer onze dank. Zeker de moeite waard richting oud-burgemeester Mark Bouwmans. Juist door zijn manier van doen. Nou, het jaar 2016 was... ook wel het jaar natuurlijk. Aan het einde werd het weer een beetje als 2015. En daar moesten we wel een beetje voor waken. Maar toen hielden we elkaar stevig vast. Want wat gebeurde er? Eensluidend zeiden we als gemeenteraad nog eens een keer nee tegen de huwelijkspartner. Althans, dat dachten zij dat ze dat waren. Hardenberg. En we mochten, dat was toch onze trofee, wij mochten op zoek naar een kroonbenoemde burgemeester. Zo was dat wel, zo voelde dat ook. Voor minimaal 6 jaar. Het staat nog een keer op tape. Goed. Dat was 2016. Nou, 2017. We komen al wat dichterbij. En dat was het jaar van bouwen. Van inwonerbetrokkenheid. Van verkeer. Maar ook wel van eenheid. Medio 2017 hebben we wel met pijn in ons hart afscheid genomen van Mark Bouwmans. Die toen kroonbenoemde burgemeester werd in Doetinchem. Maar het mooie was, is dat hij wel ons iets mee heeft gegeven, waardoor we wel zoiets hadden, nou, we kunnen het. Wij willen het en we doen het samen als raad. En toen werd het toch heel bijzonder. Want Ommen kreeg een waarnemend burgemeester in die tussentijd. En we waren natuurlijk op zoek naar onze ware. Hè? En dan krijg je dus een waarnemend burgemeester. Vanuit het westen van het land. Burgemeester Bas Verkerk. En ik weet de eerste vergadering van burgemeester Bas Verkerk nog als geen ander. Want ik zat hier en toen dacht ik, wat zegt hij nou? En ik kwam thuis, ik zeg, nou, ik denk dat ik het niet goed begrepen heb. En Bas Verkerk zei namelijk, ja, maar mevrouw Bakelaar, dat is een roze olifant met gele kamelenneus. Dus ik denk, nou, ik hoor het niet goed. Nou goed, in ieder geval wel met veel waardering, want hij was echt een strateeg, maar wel een burgemeester van de one-liners. En wanneer hij ons wilde zien debatteren, dan riep hij in volle vaart, ik wil jullie in de ring! En nou ja, boeren, burgers en buitenlui, dat was ook zeker geen bijzondere zin voor hem. En dat vond hij ook gewoon echt. Nou, in 2017 was ook weer een stuk leed, hè, want toen werden we geconfronteerd met de ziekte van wethouder Ter Keurst. Vanaf, en helaas nog steeds ziek, en ik denk dat het goed is om hem als raad vanaf deze plek hè, ook nog alle goeds toe te wensen en hem ook te bedanken voor alles wat hij voor Omme ook heeft gedaan in de tijd dat hij bij ons was. Dus dankjewel Hans, als je meekijkt. Zijn plek werd ingevuld door twee part-time wethouders uit eigen kring. Namelijk door de raadsleden Ilona Lagas en Theo Katerberg. Nou, in deze verschuiving, want het werd weer een soort van, hè, daar gingen we weer. De verschuiving werd wel dat we twee nieuwe raadsleden mochten verwelkomen. Nou, Wim, hè, die kwam bij ons en Richard. Dus als je dan nu weer een foto zou hebben gemaakt, dan zou dat toch weer een heel ander beeld zijn dan aan het begin van de periode. Nou, 2017, we waren weer compleet met z'n allen, was ook het jaar van de inmiddels bekende Hexit. En daar zitten we nog volop in, dus daar laat ik het bij. Het was vooral ook het jaar waarin de Ommerschans de nominatie voor Werelderfgoed van de UNESCO verwierf. Prachtig natuurlijk voor ons als Ommen. En natuurlijk niet te vergeten, Alice zei het al, het inspiratiedocument.
Het Ommerpodium, dat door de raadswerkgroep burgerparticipatie ook van de grond is getild. Ons beleid op het gebied van noaberschap, ook prachtig. En het innovatiefonds, waar inwoners gebruik van kunnen maken bij nieuwe initiatieven. Dus we hebben ontzettend op die ontwikkeling ingezet. En dat gaan we hopelijk de komende jaren nog meer doen. Richting de inwoners. Verkeer was ook een belangrijk speerpunt. En dit kwam tot uiting door de vastgestelde verkeersvisie. Nou, daar hebben we tijdens de verschillende debatten in de verkiezingen ook uitgebreid over gehad. En wat gebeurde er nog meer in 2017? Er werd volop gebouwd. Veel gebouwd en verkocht. En dat was belangrijk. Nou, en in 2017, dan komen we toch bij burgemeester Hans Vromen, hebben we de zoektocht naar onze waarde is succesvol verlopen. En die zit daar. Dus eind 2017 mochten we burgemeester Hans Vromen en zijn gezin welkom heten in ons mooie Ommen. Nou, en een nieuwe periode van bestuurlijke rust gaat dan in voor Ommen. Maar dan gebeurt er wel weer wat in de raad, want eind 2017 nemen we op de valreep toch nog afscheid van collega Bernard de Vries Robles in verband met een verhuizing. Nou, dat kan gebeuren. En Harry Mors, jij volgt hem op als fractievoorzitter. Ja, en Roos Marijn treedt toe in de raad en helaas vandaag ook weer afscheid, maar we gaan je zeker nog terugzien. En toch even dan als vrouw, we moeten natuurlijk ook zorgen dat er voldoende vrouwen blijven in de raad. Want er gaan er nu een aantal weg. Maar gelukkig, ik zag Marleen al op de tribune zitten. Dus Marleen die komt erbij. Dat moeten we natuurlijk wel een beetje in balans houden. Dat kan nog beter, maar goed, dat komt vast goed. Dus ja, collega's, de afgelopen jaren zijn voorbij gevlogen. We hebben ontzettend veel bereikt. Ik denk dat we allemaal goed op de kaart hebben gezet. We hebben vooral elkaar goed vastgehouden. En het centrale motto is iedereen kan meedoen. En volgens mij hebben we dat ook wel laten zien in Ommen. En volgens mij moet ik gewoon een beetje afsluiten nu, want we gaan ook nog wat doen. En anders dan krijg ik nog op mijn kop van René ook. Nou ja, ik spreek de hoop uit dat we samen zeg maar in de nieuwe raadsperiode nog meer kaders op hoofdlijnen aan kunnen geven. Dat we ruimte aan elkaar kunnen geven aan de samenleving, maar ook aan de toekomstige nieuwe organisatie. En ja, iedereen hartelijk bedankt, het college, de bestuursdienst Ommen Hardenberg, ook voor de ondersteuning, de griffie vanuit de raad. En nou ja, vanuit mezelf natuurlijk ook richting jullie hartelijk bedankt voor de samenwerking met elkaar. En we zullen elkaar zeker hard nodig hebben. Nou, en daar wilde ik het voor dit gedeelte dan bij laten, voorzitter, want ik voel dat ik anders te lang doorga. En dan wil ik nu... Dan wil ik jullie nu vragen, allereerst even de collega's en het college en de griffie en de burgemeester ook, om toch weer even naar Kahoot te gaan. Voor degenen die er ook bij de installatie waren, bij de burgemeester, die hebben dat wel meegemaakt. Dus dan gaan we het eerst even in de binnenste ring doen. Nou, mocht er iemand geweldig op de tribune en denken van, nou, hier moet ik aan meedoen, nou, log gewoon ook in alsjeblieft. Maar dan kijken we even of de wifi het gaat houden. Kahoot. Als wij kunnen wisselen, dan kunnen jullie het ook zien. Wacht even, dan komt het op het scherm, collega's. Maar dan moet ik deze denk ik uitdoen, of niet? Volgens mij kun je hem daar wel weer aan doen. Ja, daarom. Dankjewel. Ja, en er is een prijs te winnen voor de oud-raadsleden. Heel goed. Je hoeft niet in de prijs te delen, Rini. Als je wint natuurlijk. En dan wil ik jullie zo vragen, want bij sommige vragen heb ik geprobeerd een filmpje erachter te zetten. Dus dit is even nieuw of dat hij dat gaat trekken, de internetverbinding, maar we gaan het zien. En als het filmpje dan in beeld is en ik ben het filmpje aan het afspelen, zeg maar, dan wil ik jullie vragen om nog niet
het antwoord. Dus nog niet te klikken op het antwoord. Even wachten tot het filmpje klaar is. Het zijn vaak maar een paar seconden die ik gedaan heb. Want ik ben namelijk erachter gekomen thuis, dan ben je dat soort dingen aan het oefenen. En als je dan op antwoord klikt, dan hop, is dat filmpje gelijk weg. Ja, dan is de clue weg. Dus dat is ook zo zonde. Ja? Ja, ja, ja. Zit iedereen er zo'n beetje in? Dan ga ik kijken of dat ik vanaf deze kant iets kan doen. Nou, kijk, dit is de foto. Goed. Nou, deze weet iedereen, hè? Hoeveel burgemeesters kenden deze bestuursperiode? Dat weten we wel. En je ziet de tijd zeg maar links aflopen. Normaal gesproken zit er zo'n leuk deuntje onder. Ik weet niet waar het deuntje is. Tutru. Ja. René wil voor het deuntje. Ja. Ja, kijk. Nou, dat geeft niks. Dan gaan we naar de volgende. Dan zien we even de stand. Dirty Harry gaat goed. Nou, Dirty Harry, let op, er komt de volgende. Op welke manier kunnen inwoners sinds 2017 ideeën nog niet alsjeblieft antwoord geven, want hier komt een filmpje. En anders is er zonde voor het filmpje. Het hoeft niet dat je zegt, het moet allemaal heel ver toekomstperspectief. Nee. Het kan ook iets kleins zijn, het kan ook iets zijn wat je zegt, daar gaan we morgen mee aan de slag, bij wijze van spreken. Kijk aan. Het is niet zo van, we zetten alles op de lange baan. Dat is absoluut niet de bedoeling. Want, en dat is misschien ook wel goed om te zeggen. Nou, dus op welke manier kunnen inwoners sinds 2017 ideeën presenteren aan de gemeenteraad, onder andere? Ja, kijk, dit is toch mooi. Gaan we naar de volgende. Oh, kijk eens. Kohoed staat aan top. Hoeveel vergaderingen denken jullie dat we gehad hebben? En dan geen slaande ruzies, dat valt mee. Maar hoeveel vergaderingen hebben we gehad? Ja, dat is inclusief de info's en alle feesten erbij. Ja, dat, ja, het was 247 inderdaad, maar dat was al te gokken, hè? Gewoon het allermeest. Kijk, Alice! Houd alle vergaderingen hierbij. Ja. Volgende. Daar komt ook weer een filmpje, jongens, dus nog even wachten met klik, alsjeblieft. Met elkaar nemen over de toekomst, dat er niet alleen misschien een nieuwe naam is voor de Rot brengt, maar dat er ook in de krant gaat staan dat deze gemeenteraad collectief de verwachting heeft op basis van een goed en onderbouwd verhaal dat het de goede kant op gaat. Niet zozeer voor mij of voor het college of voor u als raad, maar voor de samenleving. En ik denk dat we aan de voorraad staan van die beweging. Dus in welk jaar trok de verkoop weer aan? Ja, dat was 2017. Ja, nou ja, kijk, 2016 gebeurde er wel van alles natuurlijk. Maar 2017 was het echt het... Toen, ja. Toen werd eraan getrokken en daarna was de verkoop rond. Ja, 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 ja. Nee. De vraag is verkeerd. Goed. Nou, dit is een mooi nummer, zou ik zeggen. Hou hem vast. Oma heeft de wereld draait doorgehaald. Dat weten we. Maar we noemen geen namen. Maar wel, hoe kwam dit? Tijd loopt. Ja. Het was even wennen, die microfoons. Ik zei het er net al. Nou, het nummer gaat goed. Ja?
Ja, jij vond het, het was een dat was de onderlegger. De aanleiding. Ja. Goed, volgende. Tijdens welke raadsvergadering waren we voor het eerst live te zien als raad? Het was 1 oktober. Ik dacht ook dat het eerder was. Maar op een gegeven moment, dat is het leuke, je kan gewoon op internet alles aanklikken. En dan denk je, jeetje, waren we toen nog niet live? Het was 1 oktober en dat was ook de beruchte bijeenkomst van de microfoons. We gaan door. Wie heeft dit gezegd? Humor en geduld zijn de kamelen waarmee je door alle woestijnen kunt gaan. Ja, het was inderdaad Bas Verkerk. We hebben ze opgeschreven. Gerrit Middelkamp en ik keken wel eens naar elkaar. En dan zeiden we van ja, dit is er een. Goed. Nou, welke politieke fractie heeft de meeste wisselingen in personen gehad in deze periode? Ja, dat klopt, Harry. Marinus is in lead. Wat is vanaf oktober 2015 een door ons veelvuldig gebruikte zinsnede? Kijk, voorzitter hebben we natuurlijk altijd al gebruikt. Hè? Maar als je kijkt vanaf oktober en je gaat een beetje die vergaderingen kijken, dan denk je, het is ongelooflijk hoe vaak we dat wel niet zeggen. En het is ook knap dat het uit een heleboel opnames op de een of andere manier weggehaald is. Waardoor je niet ziet dat wij iedere keer zo met ons kopje omhoog. Ja, hij doet het. En dan nu, hoeveel vragen hebben wij gesteld de afgelopen 4 jaar, denken jullie? Maar dan bedoelen we de officiële vragen, hè? Ja, dat zijn dus gewoon de vragen tijdens het vragenhalf uur of de andere vragen, schriftelijke vragen. Ja, ja. Nou ja, we kunnen altijd verbeteren, toch? Wat zei je, Richard? Nou, dan nog eentje. Hoeveel moties hebben we ingediend? Nee, alleen moties. Het plaatje staat inderdaad aan amendementen. Nee, 89 zijn er inderdaad. Nee. Kijk, Alice, dat gaat goed. Nou, nu even wachten, want er komt weer een filmpje. En dan wil ik jullie vooral vragen om te letten op dat wat Bas zegt. Oké. Okay. Wij zijn met z'n allen op opdekken aanwezig.
En dat komt goed uit omdat ik denk dat er een grote gemeenschappelijkheid in deze vergadering tentoon zal worden gespreid. Zullen we hem nog eens een keer proberen? Dat is niet handig. Zo, doen we nog. Met je hand. Raadsvergadering van 2 november 2017. Wij zijn met z'n allen op oorlogsterkte aanwezig. En dat komt goed uit. Omdat ik denk dat er een grote gemeenschappelijkheid in deze vergadering tentoon zal worden gespreid. Nou, om welke ontwikkelingen ging het? Ja, het ging om inderdaad de fusie Hardenberg. Of juist niet, Frans. Goed. En dat waren ze al. Nou, daar heeft iemand toch een hele hoge score. 8440279. Wim, kijk, ik had het kunnen weten. We hebben. Ik wilde dat ik je nu iets kon overhandigen, maar het is in de maak. En daar zit een verhaal bij, want we hebben redelijk vaak, in ieder geval als fractievoorzitters, hebben wij geroepen van, wij zijn zelfstandig en uniek. En daar hebben wij ook iets voor zowel de heren als de dames. En ik weet nog wel dat Gerrit, de jongen, die zei toen, ik wil er ook zo een. En waarom hebben we er geen een? Nou, ik kan jullie verklappen dat wij er een gaan krijgen, Gerrit. En de dames, dan zullen jullie denken op de tribune, waar heeft ze het over? De heren krijgen een stropdas met daarop het wapen van Ommen. In het teken van uniek en zelfstandig. En de dames, wij krijgen een hele mooie sjaal. En die worden in ieder geval uitgereikt aankomende donderdag. Dan zijn ze gereed. Zorgen we ook dat natuurlijk de oud-raadsleden ze ook ontvangen. En de nieuwe ook. Zodat we allemaal kunnen laten zien hoe mooi en stevig Ommen staat. Nou ja, en daar wilde ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel. Annelies, dank voor de voorbereiding van deze quiz. Ik ben weer net zo laag geëindigd als vorige keer, dus... Er zit wel een iets van een constante in. Dat is goed, hè? Bestuurlijke constantes zijn ook belangrijk, denk ik dan maar. Dank ook dat je met ons terug hebt willen kijken op de afgelopen 4 jaren. En ook het mooie beeld dat je hebt laten zien. Het interessant is, als u nu terug wilt kijken op de afgelopen 4 jaar, dan kunt u dat even zien op de site van de gemeente. Hoeft u niet al dat werk te doen, want dat heeft Annelies voor ons gedaan. Dus dank daarvoor. En ik stel vast, dames en heren, dat we hiermee zijn gekomen aan het einde van deze bijzondere raadsvergadering. Ik dank u allen voor uw inbreng en ik nodig u van harte uit om met elkaar nog een frisje te drinken. Om afscheid te nemen van onze collega raadsleden en om de geridderden te feliciteren. Dank u wel.